Deze nieuwsuitzending die gaat over een artikel. Oh nee, het is een televisieuitzending. Het staat op YouTube. Het is gepubliceerd op Fox News in Amerika. En het gaat erom dat de auteur Tucker Carlson, dat is een co-auteur, moet ik zeggen, die andere man die meeschreef, die is overleden. Vlak na de publicatie van het boek. Dat boek dat heet The Bell Curve. En daarin wordt gekeken naar IQ. Waar hangt IQ van af? Want IQ kan je meten. Maar je kan ook meten de schoenmaat van iemand. Is de schoenmaat gerelateerd aan IQ? Nee, niet echt. De kleur van de huid wel. Des te meer melanine, des te lager het IQ. Ja, niet voor iedereen. Gemiddeld gesproken, is dat zo? Nou, was dus een jaar geleden. Bijna 2 jaar geleden. Maart 2017, dus 2 jaar geleden. Het boek is uitgekomen in 1994. Ja, en luister even een stukje naar de uitzending van Fox News. Murray was supposed to speak yesterday at Middlebury College in Vermont, and he would have done so if a mob of protesters hadn't decided to stop him. Watch. Well, students at the $61,000 per year college called Murray a sexist, anti-gay white supremacist, and otherwise screeched until administrators finally canceled the event because they had to. Protesters later jumped on Murray's car in an attempt to keep him from leaving campus safely. They also injured a professor who was escorting him, forcing her to make a brief stay to the hospital. Well, Carolyn Rouse is an anthropology professor at Princeton University. When Murray spoke at Princeton... Even, dit gaat een beetje sneller. Maar Tucker Carlson... Nee, Tucker Carlson is de radio-host. Het gaat over Charles Murray. Dat is die auteur. Die zou een lezing gaan houden. En, nou, je hoorde de menigte al... En dan hebben ze ook nog een andere leraar, een professor. Dat was een vrouw. En die hebben ze het ziekenhuis ingemapt. Ja, Charles Murray is niet gewelddadig. Wetenschapper. Princeton last year, she led students and faculty in a walkout of that event. Professor Rapp joins us. Now, professor, thanks for coming. Ja, nu komt hij heel mooi. Je kan meekijken. Rechts zie jij Tucker Carlson. En links een vrouw met melanine. Ja? En wat zegt zij zoal? Coming on. Thank so, you. I've read a lot of the criticism of Charles Murray, with whose work I'm pretty familiar, and they don't bear much resemblance to what Charles Murray has actually written. And so I just want you to put a fine point on your complaints about Charles Murray. Why is he beyond the pale? Why should he not be allowed to speak? Well, I'm not sure what you're referring to. What are you... Afschieten die bitch. Is een leugenaar. En niet zozeer dat ze melanine heeft, daar gaat het niet om. Maar ze liegt. Ze zit een beetje met haar minglazen. Ik heb verstand van brillen. Hè? Hij vraagt aan haar. Met welk aspect, welk hoofdstuk, welk... Er zijn allemaal statistieken namelijk. Met welk stuk van de statistieken ben je het niet eens? En haar antwoord is, ik weet niet wat je bedoelt. I am not sure what you are referring to.
are you referring to in terms of his work? Well, a couple of things. Ik weet niet waar je het hebt, waar je het over hebt als het gaat over zijn werk. Nou, dat werk heet The Bell Curve. At Middlebury he was denounced as anti-gay. He's not in any sense. Het is toch weer zo. Anti-homo. Hij is een homofoob. Omdat hij zich bezig gehouden heeft met IQ en criminaliteit. Ja, mensen met een laag IQ vervallen eerder tot gewelddadigheid. Ja. Anti-gay that I know of, he was a proponent of gay marriage. He was also denounced by a lot of people, including you, as a purveyor of racial pseudoscience. And whatever you think of his ideas, I don't think anyone would denounce them as pseudoscience, considering the book that you're referring to was written by him and but Dick Herrnstein, a Harvard professor, and a real scientist. So I wonder what you're talking about exactly. You mean you think that black people have lower IQs than white people? Nou, er is onderzoek gedaan waaruit dat blijkt. No, I think that the bulk of Charles Murray's scholarship has nothing to do with race at all. And I'm wondering, to be totally blunt with you, Professor, if you've read his books. Yes. Which ones did you read? The first one I read was Losing Ground in College. Right. Okay, I beg your pardon, go ahead. Well, that was a really interesting book for me because the argument that black people were culturally dysfunctional and had all of these behaviors that were incompatible with democracy and capitalism to be fascinating but completely false or fake news. Okay. Given that I know the black community well. Right. So I read the book too. That was my wake up. I don't remember him making the case that black people were somehow unable to live in a democracy. Did you read The Bell Curve? Yeah, I read parts of The Bell Curve, yes. Okay, but not the entire Bell Curve. No, I didn't read the entire Bell Curve, and I read the critiques of The Bell Curve as well. Okay. But are the Southern Poverty Law Center has a dossier on him. I don't want to debate whether or not he's made claims about the sort of the degeneracy of black people and poor whites. It's just a fact. So if you want to talk about freedom of speech and his right to speak freely, I think that makes sense. But what he's written is out there for the public, and I don't think that we need to debate that. Well, but that's kind of your point, is that it's known and we don't need to debate it, but you've already conceded that his central work, The Bell Curve, you haven't actually read. You've read critiques of it, you read part of it, but you haven't read the book. And instead, you point to the Southern Poverty Law Center, which is a political organization. I'm just saying, shouldn't you take the scholarship seriously? And then if you disagree, explain why. You know what? There's a black man who wrote about how people with more melanin are more intelligent. Do I need to read this work? Do I need to invite this person to Princeton to speak because he's written about how black people are more intelligent than white people? Do I need to waste my time? Do I need to waste your time? Do I need to waste the institution's resources because he said it? Just because somebody says something doesn't mean I need to be wasting my time reading every word they've written. I have other things in my life to do. They're more positive and constructive and more interesting scholarship out there. Oh, sure, but one of the things that you're spending your time doing is trying to prevent other people from expressing their views on the basis of incomplete knowledge. Not at all. Didn't at all. We let him speak. We didn't shout him out. We literally just walked out the door before he spoke. But don't you think, I guess the larger point here, and it seems like it would appeal to you as an academic, is that if you disagree with the point someone is making, you should understand exactly what it is they're saying, because the bell curve was not primarily about race at all. Wat hij zei, de bell curve ging niet per se over ras. Het ging over IQ. En mensen met een lager IQ, die vervallen eerder tot geweld. En dat komt omdat ze geen goede taalbeheersing hebben. Ze kunnen niet uit hun woorden komen en dan maar met de vuisten erop. Dat is laag IQ gedrag. En een factor daarbij is melanine. Want mensen met relatief veel melanine
En hoe dat komt, ja, dan mag je zelf uitknobbelen. Maar die hebben een niet zo hoog IQ. Als je kijkt naar het aantal verkrachte blanke vrouwen door melaninevolle mannen, vergeleken met het aantal melaninevolle vrouwen verkracht door blanken, ja, wat denk je dat de verhouding is? Dat is 1 staat tot 10. En niet zozeer dat die zwarte vrouwen verkracht worden. Nee, andersom. Ja, dat is racistisch wat je zegt. Nee, het is zo. We black scholars and people who worked on African American have had to spend so much time challenging racist scholarship and not enough time doing positive work. At some point we have to stop paying attention to this. Just because somebody says something and they're wealthy and privileged doesn't mean that we all need to go. Wat ze net zei? Alleen vanwege het feit dat iemand iets zegt en hij is rijk en hij heeft privileges, hij is rijk en wordt voorgetrokken, dat betekent niet dat ik naar hem moet luisteren. Nou, Charles Murray is helemaal niet rijk. Hoe kom je daarbij? Je kan ook twijfelen over het vermogen van Donald Trump, maar Donald Trump heeft meer geld in zijn pocket dan Charles Murray. Dat was een leraar aan Harvard of zo. En heeft een paar boeken geschreven op basis van onderzoek. En IQ doet ertoe. Punt. Go running and accept it as good scholarship or treat it as legitimate. There's a lot of bad scholarship out there. But you. Kijk, dat zegt niks. Er zijn, natuurlijk zijn er hele slechte wetenschappers, dat weet ik ook wel. We hebben zo'n Nederlandse wetenschapper gehad en die heeft uiteindelijk toegegeven dat hij plagiaat had gepleegd. Hij had iets uit een ander zijn boek over geschreven en gezegd dat het van hem was. Ja, dat weet ik wel. Er zijn ook Turks-Koerdische slagers en die verkopen bedorven schapenvlees. Maar dat wil niet zeggen dat alle Turks-Koerdische slagers dat die allemaal bedorven varkensvlees verkopen. Schapenvlees. Sorry. Dat is een logica van niks. Your work is bad scholarship. But you don't know what it is because you haven't read it. You haven't read the entire book. Ja, dat is toch terecht? Dus zij heeft dan delen gelezen van het boek The Bell Curve, waarschijnlijk alleen maar hoofdstuk 13. Waarin het aspect melanine of ras naar voren komt. En weet je wie de slimste zijn? Qua ras? Ashkenazi Joden. 110. Alsjeblieft. Op de voet gevolgd door de Aziaten. Dan komt de grote middengroep. Dat zijn de blanken. En dan de rest. Kijk, onder de Sahara heb je een gemiddeld IQ van 70. Dat noemen wij retarded. Achterlijk. Zo is dat. Is dat een probleem? Nee, maar hou rekening met het feit dat als het IQ laag is, dan blijft de sociale ontwikkeling loopt ook niet zo lekker. Nee. Het gemiddelde inkomen is een stuk lager en ze worden een stuk minder oud. En ze vervallen eerder tot geweld. Nou, gaan we weer fijn luisteren naar deze donkere dame. No, which was not about race, except for a small section of it. And it was actually an important book. So I would think you'd want to grapple with the ideas in there, but you don't. And I wonder why. Do you know how many important books I bet you haven't read? Many. I'm not weighing in on them in the way that you are. Yes. You're passing judgment on something you don't understand, and that's what bothers me. You said I don't understand it? I do. That's correct. What's the thesis of the bell curve? I do work in biological anthropology. There's absolutely no such thing as degeneracy of a certain population. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het IQ lager is. Het IQ verschilt. Ashkenazi-Joden, dat zijn, even voor de info, je hebt ook een Sephardische Joden en Hebreeuwse Joden.
Maar je hebt ook die Joden die hier in Amsterdam zijn komen wonen. En die spreken Jiddisch. Ons Amsterdamse woord Piketanesi. Een Amsterdam, dat heet Mokum. Op zijn Jiddisch. Ja, 110. Het is zo. En het kan allemaal wel bewegen. Niemand is uitgesloten van de grote wedstrijd. Maar het is wel zo. En dan kan die donkere dame wel beweren van ja, ik concentreer me liever op positieve dingen. Maar iets wat waar is, is positief. Ja. Which he claims based upon poor whites are degenerate, black people are degenerate. He has a thesis that these genes are floating in these populations and they're... Dat is trouwens precies wat Tucker. Heet hij nou ook weer? Murray. Wat Murray zegt. Het gaat niet om ras. Dat is niet waar het hem om ging. Het gaat om IQ. En blanken met een IQ van 80, want die bestaan ook. Die zijn net zo gewelddadig. Die worden net zo arm. Gewoon geen enkel punt. They're no longer able to take advantage of the freedoms and democracy that we have in this country. And yeah. So therefore, you know, yeah, I having know read that... the book, I think you're grossly mischaracterizing it. Grossly mischaracterizing it, and I'm surprised that if you're claiming you read the whole thing. But let me ask you this free speech part, which you brought up. Do you think that people have a right to say things that you find offensive? Do you agree with the Middlebury protesters? Absolutely. Oh, do I agree with that? Well, those are two different things. Well, if you're supporting shouting someone down, obviously you don't think people have a right to say what they think. No, we never shouted Charles Murray down. He was allowed to speak. Protest was at Middlebury, about internally. I'm sorry. Right. So Tucker Carlson. Yes, sir. We have a limited pool of resources at Princeton. Right. I don't think we need to be spending money on this. There are many, and your audience knows this, many lower middle class white people, many working class white, who would love to get an education. Let's spend that money on helping them go to school, right? That's what we need to spend that money on, not on... It's trouwens niet waar. Ze hebben in Amerika hebben ze een heet preschooling of zo, voorschoolse opvang, speciaal gericht op zwarte populatie, negroïde populatie. Het helpt geen donder. Er is vastgesteld dat kinderen met een, ja, het is IQ, hè? Je meet het IQ van een mens. En dan moet je vaststellen als, het heet een onafhankelijke parameter, of parameter, variabele. Een onafhankelijke is dan het aantal boeken in het ouderlijk huis. Hoeveel? 3? 30? Of 300? Dat scheelt. En kinderen die dat niet meekrijgen van papa en mama, daar valt aan de buitenkant niet zoveel aan te doen. On constantly sort of giving money and resources to scholars who already we know their scholarship just doesn't pass the metal. Oh, dat zegt ze dan weer even. Dus het hele werk van Charles Murray, wordt eventjes door haar belachelijke onzin, weg ermee, geen geld aan uitgeven. Ja, maar wat heeft die vent dan fout geconstateerd? Zegt het dan? Hoofdstuk 10 was fout. Hoofdstuk 7. Well, by the way, you're overstating the degree which there's a consensus on that. I think a lot of serious people regard Charles Murray as serious. But let's get to the Middlebury protest. Do you think it's okay for people to prevent a speaker from speaking because they disagree with him? No, that's why we didn't do that. Okay. They're allowed to speak, but we do not want our institutional resources going towards, for instance, somebody who claims that people with more melanin
are more intelligent. We don't want that kind of stuff. Ja, daar gaat het helemaal niet om. Charles Murray had het erover dat IQ gelijk staat aan taalvaardigheid en gelijk staat aan meer mogelijkheden binnen de maatschappij. En mensen met minder IQ, dat is lastig. En wat je daar verder mee doet, dat maakt mij verder. Dat maakt Charles Murray ook niet uit. Dat is een factor om rekening mee te houden. Nou, even luisteren naar die dame. Oh ja, en dan wordt die man die vraagt dus, van ben je het ermee eens dat in Middlebury, daar werd met het gebrul Charles Murray het zwijgen opgelegd. En zij zegt, ja, ik ben er op zich niet voor dat dat gebeurt. En ik vind dat dat we hem helemaal geen gelegenheid meer moeten geven om te spreken, want het kost alleen maar geld. En het geld doe ik liever positief besteden. Ja, maar aan wat? Aan haar pensioen. Charles Murray didn't claim that. He didn't make that claim. No, but there are people who do. That's my point. Okay. His work is as absurd to me as that. Zijn werk is in haar ogen absurd. Okay. Yeah. Well, I would challenge you to read it and then pass an informed judgment on it. I think that might be more effective. We're out of time. Professor, thanks for joining us. Thank you. Ja. Dat is een mooie afsluiting van die vent. Dat hij zegt van nou, ik hoop je nog een keer te spreken als je het hele boek gelezen hebt. Nou, dan heb ik er nog één klaarstaan. Dat is ook helemaal verschrikkelijk. Dit is opgenomen met een iPhone. Het is gepubliceerd op Pownet. Je ziet het in beeld, hè? Dat kroontje van Pownet, toch? Ja. Dit gaat om een licht getinte jongen. Dus melanine. Met Marokkaans accent. Ja, die komt misschien uit Algerije of... En die gaat een heel erg stoer gevecht aan, samen met zijn vriendje, tegen een Nederlands meisje. Zo moet je vechten, hè? Zo. Dat is even. Oh. Zijn vriendje moet lachen. Hoppakee, dan gaat ze tegen de grond. Ja. En dat is een vriendje. Kijk eens wat. Wat een lefgozer. Hoppakee, nou trap op de kop, man. Zo. Op de kop. Ik heb hier geen woorden voor. En die bruine professor van daarnet, die gaat dit maar eens uitleggen. Waarom zijn er geen filmpjes gemaakt met iPhones van Hollandse jongens die met z'n tweeën een Marokkaans meisje in elkaar beuken? Om die kopvot eraf te trappen. Waarom doen wij dat niet? Maar dit wordt wel gefilmd met een iPhone. En dit is niet het eerste filmpje wat ik zie. Maar nooit van Hollandse jongens, hè? Nee. Want die hebben een hoger IQ. Denk ik, hè, dat het daaraan ligt. Dan ga je aan deze jongen, die dat Nederlandse meisje voor de bek slaat, tegen de grond aanwerkt, en dan zijn vriendje gaat er nog een beetje lopen natrappen, en een trap op haar hoofd, terwijl ze op de grond ligt. Ja, wat moet ik eraan toevoegen? En er staat eronder van ik stem op Geert Wilders en de PVV. Nee, dat heb ik helemaal niet nodig. Alle meisjes die krijgen een Wolter P22. En die moeten verplicht alle uitzendingen kijken van Death Wish met Charles Bronson. En gewoon schieten vanuit de heup. Wat moet je met dat tuig?
En dat loopt een beetje te beweren dat Charles Murray, dat is een abominabel slechte verzamelaar van gegevens. Nee, Perry Winkle is een klootzak. Laten we het daarop houden. Wat is er voor gedrag? En waarom kennen die Marokkanen geen Nederlands? Ja, maar ze zijn hier nog maar net. Man, ik ken er eentje, ik ken er meerdere, die zitten hier al 30 jaar. Die zeggen nog steeds, die jongetje gaat met die meisje naar die feestje in die straatje in die dorp. Voor die vanavond. Van dat feest. Die feest. Ja, je blijft ermee lachen. En die gekke Geert Wilders, die doet er helemaal niks aan. Tuurlijk niet. IQ kan je niet verhogen. Dat kan je lekker vergeten. Dat stabiliseert rond het 8e jaar. Voor het 8e. Je moet goed opgevoed zijn. Goed te eten hebben gehad. En elke avond voorlezen voordat je gaat slapen. Dat je zoveel mogelijk zelf mocht doen. Van, nou, repareer je eigen band maar. Als je een klapband hebt. Een lekker band of zo. Ja, dat kan je zelf wel doen. En dat geldt ook voor blank hoor. Ik ken een blanke jongen. Die heeft een walgelijke jeugd gehad. Was een eikel jongen. Zo. Wat een Jan Luldebanger. Dus daar gaat het verder helemaal niet om. Wel is het zo dat je kijkt naar die immigranten. Die mensen die. Hoe moet je ze nou noemen? Ja, ze hebben heel veel melodieën en ze horen niet bij deze cultuur. Vinden ze zelf. En dan groei je hierop. Heb je een grotere kans om zo'n Marokkaanse lul te worden. We doen het nog één keertje. Hoppakee, klats. Dat is even niet lachen, weet je wel. Trap op de kop. Wij Marokkanen, wij zijn goed, want wij kunnen meisjes in elkaar slaan met z'n tweeën. Zo'n Marokkaanse moeder, dat is al jaren terug hoor. Die verzuchtte op tv van... waar is dan de overheid om onze kinderen morgens te leren? Nou, dat doet de overheid mooi niet, dus dan moeten we dat zelf gaan doen. En ik weet niet hoe. Ik roep niet op de geweld, hoor. Een pepperspray is toch ook leuk genoeg. Voor al die meisjes. Op de overheid hoef je niet te rekenen. We zitten ermee opgescheept. En ook die mensen. By the way. Ik zou het zelf niet willen hoor, dat ik een mokro ben en ik kan geen Berbers. Ja, een beetje Berbers. Ik kan een beetje Arabisch, een beetje Frans. En die beetje Nederlands. Nou, ik zou het niet graag willen. Ik wil niet in de schoenen staan van zo'n Marokkaan die dat soort kinderen heeft. Schande over mij dan, toch? Nou. Super bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs dat je weet hoe er gezeken wordt. Dat is heel erg. Maar niet mijn schuld. Ik heb een IQ van 130, 140. Dat wil niet zeggen dat ik beter ben dan andere mensen. Maar ik sla geen meisjes in elkaar. Ik ga niet een Marokkaanse trinetje waarvan ik vind... Jeetje, wat een trinetje. En dat ik tegen Wim Bulswink, Wim Kruidentuin zeg... Want kom op, we gaan die chick even tegen de keien aanmappen. Dat laat ik lekker uit mijn kop.
Ja, maar Perry, vroeger deed je dat wel. Nee, lul, dat deed ik vroeger ook niet. Tuurlijk niet. En op zijn Hamburgs, de stad die kapot gebombardeerd is, door de antichrist, papust of zo? Ja, maar Duits is een beetje roestig. Als paapst toen, hij staat, de pausdom. Hamburg is kapot gebombardeerd door de paus. Bedankt voor die bommen. Zag ik af Hamburgs. Tjus. En dag lieverds.